Oh, hallo allemaal. Hier even een korte boodschap tussendoor. En het is eigenlijk een van de grootste clichés in onder de thema's van persoonlijke groei. En het is hetgeen dat jullie waarschijnlijk ook al allemaal eens hebben gehoord. Dat zegt, het maakt niet uit wat er gebeurt in je leven. Het allerbelangrijkste is hoe jij ermee omgaat. Dat maakt het grote verschil, right? En ja. Het is een groot cliché, maar het is gewoon waar. Het maakt een enorme verschil. Hoe ga je om met wat er gebeurt? Hè? We kunnen allemaal van een mug een olifant maken en omgekeerd. Hè? Nu, of van een molshoop een berg. Het is maar welke metafoor je wilt gebruiken. Maar het is inderdaad zo dat het allemaal omgaat, dat het allemaal omdraait hoe we ermee omgaan, hè, met wat er gebeurt. En een van de uitspraken die ik daar rond heb gehoord, dat was eigenlijk hetzelfde, maar in andere woorden, was in een van de exclusieve opleidingen die ik ja, de voorbije jaren heb gevolgd rond het thema manifesteren, persoonlijke groei. In een van die exclusieve opleidingen kwam de spreker aan met de uitspraak: If your attitude is right, the facts don't count. Komen op hetzelfde neer. Hè. En daar kunnen we bijvoorbeeld nu op terugkoppelen in deze periode van zogezegde crisis. Waar ik toch wel ja, veel ondernemers en ook mensen particulieren hoor zeggen van ja, het is crisis, we moeten wat oppassen. Mensen hebben geen geld niet meer, dat gaat allemaal erger worden. Oh, dat zijn toestanden waar ik niet aan meedoe. Hè. Dat zijn allemaal toestanden die in de buitenwereld zich voordoen. En je kan zeggen van ja, maar je moet wel realistisch blijven. Ja, oké, okay. Kies je realiteit. Kies gewoon in welke realiteit jij wilt leven. Oké? Okay? If your attitude is right, the facts don't count. En ik denk dat we ook al wel gehoord hebben van mensen, zakenmannen dan meestal, die in tijden van crisis, in tijden van oorlog zelfs, de grootste successen hebben behaald en de grootste ja, deals hebben gedaan eigenlijk. En dat vraagt gewoon om een klik te maken. Het vraagt gewoon om een andere visie op het leven te hebben. En om je niet te laten meeslepen in die tunnelvisie van er is nu alleen maar die verhoogde prijzen en de inflatie en mensen en met die grotere rekeningen. Mensen hebben geen geld meer. Ja, het zal wel voor een deel van de mensen zo zijn en dat is, vind ik heel erg jammer, absoluut. Maar er zijn een heleboel andere mensen die totaal geen probleem hebben met deze situatie. Er zijn nog genoeg mensen met genoeg geld waar jij als ondernemer je aanbod kan aanbieden, je diensten of producten kan aanbieden, die zelfs je high-level producten kan aanbieden. Of coaching sessies of trajecten of wat het ook mag zijn. En die daar totaal geen probleem van maken. Ik ervaar het nog altijd. Ik heb nooit enige vorm van crisis ondervonden. Sinds het begin van de coronatoestanden. Ik heb daar nooit iets van ondervonden. Ten eerste, ik focus me daar niet op. Ik kijk bijvoorbeeld nooit naar mainstream nieuws, mainstream media. Dat is alleen maar negativiteit en doemscenario's. Die dan maar zo'n klein portietje betekenen en inhouden van wat er op wereldvlak gebeurt. Dus daar laat ik me niet door naar beneden trekken. En ik heb gewoon ook de energetische tools in handen en die ik gebruik om mijn ideale 5-sterren klanten te blijven aantrekken. Die blijven het commitment naar zichzelf aangaan. En die daar totaal geen problemen mee hebben om te betalen, om goed geld te betalen voor goede cursussen, voor goede sessies, die daar gewoon blijven voor gaan. En dat kunnen wij allemaal, hè? Echt waar. Dat kunnen we allemaal. Yes. Wacht, even checken naar de instellingen hier. Oké. Dus if your attitude is right, the facts don't count. En dat kan je inzetten in je onderneming en ook in je gewone leven natuurlijk, in je privéleven. Op alle levels kan je dat inzetten. En dat is een van de factoren die volop aan bod komen in het gratis webinar, in de gratis workshop,
die ik ga geven op 28 en 29 augustus en waar je helemaal welkom in bent. Dus ik kan je aanmelden voor Level Up to Quantum, want daarin geef ik je een hele hoop energetische sleutels, zoals deze er een heel klein voorbeeldje van is, om gewoon de dingen op een energetische manier te kunnen shiften. En om gewoon te blijven, je ding te kunnen blijven doen. In alle vrijheid, in alle overvloed, hè, zonder je te laten naar beneden halen door wat de buitenwereld je voorhoudt. Dat is niet de enige dingen die er zijn. Dat is maar een klein stukje van de zogenaamde realiteit. Maar als daar alle aandacht naartoe gaat in de media, dan wordt dat zo. Dan is het net alsof dat alles is dat er bestaat. Hè. Het is helemaal niet zo. Okay? When your attitude is right, the facts don't count. Meld je aan voor mijn gratis workshop Level Up to Quantum. Dan gaan we echt quantum energie inzetten. Het veld van grenzeloze mogelijkheden waar we allemaal op elk moment kunnen op intunen om gelijk wat te manifesteren. En het is gratis. Voilà, oké. Ik zie je daar dus op 28 of 29 augustus. Er is ook een replay als je er niet live kan bij zijn. Maar ik heb wel een heel leuk cadeautje voor wie er live bij kan zijn. Dat is een template om het welvaartsspel te spelen. En dat welvaartsspel, dat kan je echt helpen om je af te stemmen. En om je in ontvangstmodus te zetten. Om grote bedragen geld te kunnen ontvangen. En om ze dan natuurlijk ook te kunnen uitgeven. Hè. Dat is ook de bedoeling daarna. Maar dat is een heel leuk energetisch hoog spel en gewoon heel leuk om te doen. Ik heb daar een leuke template voor gemaakt om je daarin te begeleiden. Dat is een cadeautje als je er gratis bij bent in de Level Up to Quantum. Ik zet de link hier erop bij om je aan te melden. Oké, see you soon. Bye bye.